Hallo? Eerst en vooral, lang geleden, ik weet het. Dat is mijn schuld. Ik zou zeggen dat ik het druk gehad heb, maar dat is eigenlijk ook niet helemaal waar. Ik ga eens iets anders proberen. Ik ga een paar dagen in mijn leven vloggen. Een week vlog of zo, weet ik veel. En dan ga ik eens zien wat daarvan komt, hè. Of dat interessant is om naar te kijken. Of dat dat leuk is. Pff, mijn leven is niet altijd zo speciaal als dat het er op de vlogs uitziet, natuurlijk. Maar nu gaan we wandelen op verplaatsing. Met mijn bestie Lander. We gaan naar de tuin. Nee, naar de platte tuin van Meissen. En we nemen jullie mee. Ik ben eerst nog nu croque monsieur gaan maken. Want dat is lekker. En dan hebben we eten. Hey, look who's here. Hey. Ik ben aan het breakfasten. Met krokjes. Nee. Dat is niet net aan. De seconde dat die camera aangaat. Hè. Yeah. Het regent keihard, zoals je het hoort waarschijnlijk. Ja. Tot straks. Hoi. We zijn er. En we gaan nu binnen in de grote sterren, want daar is het droog. En daar is Lander heel excited voor. Let's go! Wat? Het is hier toch kwaad voor een woestijn, hè? Hier, jongen! Een aloe vera. Dat is toch echt ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik geloof het niet. Nee, dat kan niet. Lander! Oer lang rechte mooie paal. Ik dacht echt lekker beest hoor. Dit moeten ze hier echt niet zetten. Dit ziet er toch te zacht uit. Ik wil dat toch aan, hè? Dat lijkt echt op een komkommer, hè? De zeedruif. Avocado boom. Ziet je ze? Nee. Ik ook. Ja, dat is echt waar. Die ruikt naar vodka. Een dino. De bakbananenplant zelfs. Ja. Weet je dat ik denk dat die geen echte stammen hebben? Bedoelt je? Dat het gewoon allemaal bladeren zijn. Snap je? Want je hebt dat sommige bomen, die hebben zo'n superklein stengeltje en dan groeien daar zo allemaal bladen waardoor het lijkt dat die een stam heeft, maar dat is niet normaal. Oh, wauw. Ciao. Anyway, so. Dan gaan we terug naar buiten, naar de regen. Er ligt een boom op de weg. Het lijkt echt alsof hier iemand woont, hè. Daar liggen allemaal bekens en zo. En hier staan zwerfstokhoed. Zo. Paddenstoelen. Een nieuw ding in de plantentuin en het is in het water. Ik ga het even laten zien, maar er is dus geen reling. En dat gaan we nu doen. Oh, spannend. Oh, ja, ik was al bijna dood. Hè. Oh. Wat is er gebeurd? Ik trapte zo tegen dat begin en ik dacht dat ik ging vallen. Hello there. We zijn een paar dagen verder. Het is ondertussen dinsdag. En dinsdag heb ik geen les. Dat betekent dat ik van thuis werk. Schoolwerk doe, lessen verwerk en dat soort zaken. Dat is wat we gaan doen vandaag. Het is 11:15 en dat betekent etenstijd. Goedemorgen. Ik ben zo moe. Het is donker en koud buiten en ik wil niet, maar ik moet, want het is verplichte les. Dit is hoe ik eruit zie. Yes. Oké, ik moet gaan, anders mis ik mijn trein. Doei! Ik ben toegekomen op campus. Het is 7:50. Klaar voor de les. Yes! Oké. Het is bijna middag. We hebben de les overleefd. Ik ben niet in slaap gevallen, dat is leuk. Nu gaan we naar Laura naar kot om te lunchen. En zoals je kan zien, achter mij schijnt de zon. En daar worden we heel gelukkig van. Kijk, ja, we lopen niet in de zon, want steden en gebouwen en zo. Schaduw. Je weet wel, super wetenschappelijke uitleg van mij. Hey vlog. Nu gaan we lekker eten. Nadien moet ik aan de les. Laura niet, want ze was er op alles door in het eerste jaar. Dus Nina moet dit vak alleen meenemen. Laura had zin in pizza, dus ze heeft pizza besteld. En natuurlijk heb ik ook iets besteld, want ik kan geen nee zeggen tegen eten. Leuke fun fact about Laura. Ze is glutenvrij.
Ze mag geen gluten eten, want anders wordt ze heel ziek. Hoe is het leven als een glutenvrije persoon? Wel oké. Kijk, en dan krijg je zo'n schattige pizza. Dit is de grootste maat dat er is. Oh, en dat is Nina echt, dat heeft is een echt mini niet zo besteld groot. En die is even groot als die van Nina. Maar ja. Hey, ik ben in Antwerpen op het station. Ja, tuurlijk ben ik in Antwerpen. Ik ben op het station van Antwerpen. Het is vandaag echt mijn lucky day, want deze prof is ook een uur vroeger gestopt. Love it. Dus ik ga een uur vroeger naar huis. Eigenlijk een half uur vroeger, want die trein had ik niet meer gehaald. Maar details. Dat is niet mijn trein. Bon, mijn trein staat aan het perron, dus ik ga daarin zitten. En dan wachten tot die vertrekt over 20 minuten. Ja, beste kijkers, ik denk, ik ben vrij positief dat ik ga rijden op een spiksplinternieuwe trein. Look how shiny it is. Oh. Maakt wel gekke geluiden hoor. What? Normaal, ik ga regelmatig vroeger. Dat heeft niet gewerkt, hè. Kleine fitcheck voor we gaan. On the road, we hebben de regenbroek, de jas, het fluovestje. Niet vergeten. Les chaussures, amant. Voilà. Ça sont pas les chaussures, sont tes gants. Chaussures à main, maman. Handschoenen. Ah.